Hallo, ik ben Jacques Meerman. Ik heb een boek geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse keuken. Daarvoor heb ik heel veel research gepleegd. Ik heb ook veel oude kookboeken gelezen. Maar daarmee kwam ik een vreemd probleem tegen. Jullie kennen natuurlijk allemaal de stampot van rauwe andijvie. En dat is een gerecht wat een soort icoon is van de Nederlandse keuken. Symbool van Nederlandse huiselijkheid. Maar het oudste recept wat ik daarvan heb kunnen vinden, dateert pas uit 1940. En dat is belachelijk. Het zou betekenen dat zo'n traditioneel gerecht pas 70 jaar oud is. En dat is gewoon heel weinig. Daarom roep ik iedereen op om eens op zolder te kijken naar kookschriftjes van oma. Misschien in de boekenkast nog een oud kookboek waarin het zou kunnen staan. En kijken of jullie een ouder recept kunnen vinden dan dat. Want het kan toch niet zo zijn dat de Nederlandse keuken pas 70 jaar bestaat.